zo'n actie dan helemaal vooraan. En dan zien we inderdaad dat het extreme toch wel wat voordeel is. En dan komt de volgende rij weer langs bij hoor. En dat is een hele beetje iemand snelle controle af vanuit de stad. En nu toch aanduiden op de volgende rij op de nummer 9. Dat we zo'n plekje verliezen. En dan zijn dat 3 punten in totaal voor het klassement. Rutman doet niet mee, Joel Baren op 4. En dat zijn denk ik 3 plekken die door kunnen voor Bob, Brink en Van der Leij. Nog een groep naar bij jouw mensen, jumping uit, jumping uit, jumping uit. En hopelijk kan dat het blijven doen in de finale. Want daar aardig natuurlijk wel om. En dat je die aanzienaren haalt, is belangrijk natuurlijk dat die mooie sprongen. En dan hoor je ze nog aan de goede kant. En dat Jeroen Pink zit erbij hoor. 166, Henk die jongen, 4x een vierde, of 3x een vierde. En dan kom je met een plekje tekort voor een halve finale. Nou, we kijken naar Ivan Velmer. Velmer die dat goed getrokken is in de zwemnaak te maken. En natuurlijk is alweer een handen hond onthouden dat wij als oproepers van alle schutterdekken er nog achteraan van Karen Bosch. De kan het dan weer overaan. Schutterdekken bij de hoofd. Ze weten het is net niet genoeg denk ik. Want ze moeten er eerst nog hier zitten voor een halve finale. Dit is de klasse dagen, daar waren we dus aan te landen. We zien het rechte Roland weer op. Dit is de winter super niet tevreden, dus we zijn helemaal bij. En daar is dan de eerste dagen over vervolgd wordt. Maar ze kan volgen. En daarachter zien we Naomi de Boer. Dus samen met Cynthia Waaienberg dan knappen op die derde positie. We gaan kijken helemaal vooraan door. Het gaat dan op die 10 punten per maand als we voelen. Maar we zullen straks ook de punten in moeten gaan delen richting het halve finale. Ja,
in de inval kunnen gaan plaatsen bij de eerste vijf die door mogen gaan naar een semifinal. Want de groep lijkt de snelste te zijn in deze groep, hoor, met Lussenveld. En dan zien we in ieder geval wel Wesley van Bergen naar voren komen. De man van Nuland gaat naar 3. En dat betekent ook dat we naar een sterke stap hier van de Brink een zinkstelling terug zien vallen. Hij wordt nog vieren en dat kan het zomaar goed doen zijn. Dan zien we weer daar de aan de leiding gaan. Die zitten daar nog achter. We gaan kijken naar de Spartanen. Leo van der Velden zit er op positie nummer 2. En die man helemaal in de spart. Die komt op eigen kant en is alles nog aan de goede kant gaan zitten. Race 52, ze zijn al 15 jaar oud. Jumping high, two high. En dan zijn er toen de tweede stoppers waarop helemaal voor aan. Race 53, we gaan kijken naar de man voor aan. De tweede tiende stop van Aken. En dan krijgt de man met zijn vrienden die al 3 poorten eruit van mij. Van Toestorff is er 1, nummer 54. En die heeft dat goed gereden van de binnenkant door. Ja, van de eerste rol, even de vrienden van de tweede waren. Thank you.